Na deze duidelijke 4-1 overwinning van DVS 33 op het Aaltense AZSV ga ik even met Okan hebben over deze wedstrijd. Okan, lekker gespeeld? Ja, was wel, we begonnen weer goed op zich. Eerst 20 minuten goed. Daarna hadden we even een kwartiertje. We kwamen een beetje onder druk. Veel overtredingen gemaakt rond de 16 en veel cornerballen. Dus werd wel een beetje gevaarlijk. Maar volgens mij stond toen al 2-0. Dus in de tweede helft pakken we weer goed op zich. Het zijn wel hele lastige jongens, hè? Die, echt van het opportunistische voetbal. Ja, ze probeerden ons eigenlijk al gelijk vast te zetten. Alleen als je hoge baltempo speelt, dan kom je er toch wel onderuit. Want na 10 minuten gingen hun ook wel weer wat terug inzakken. Ze bleven niet constant druk geven. Wat mij wel opviel, dat is dat DVS langzaam maar zeker doeltreffend begint te worden ook. Ja, klopt. Voorin zijn ze wel wat scherper. Ja, en, het gaat uiteindelijk om de goals natuurlijk. Dan speel je ook wat lekkerder. Ik heb ook langzaam maar zeker het idee dat je als een vis in het water begint te voelen. Met zo lekker veel bewegende Daniel van Warven voor je. En die had je verleden jaar niet. En die heb je nu wel ter beschikking. Ja, het is gewoon fijn om als jongens balvast zijn en een balletje laten vallen en doorvoetballen. Dat is gewoon heel fijn voor een middenvelder. Want als je elke keer constant balverlies raakt voorin, dan moet je weer omschakelen, moet je heen en weer rennen. Dus als middenvelder is dat gewoon heerlijk. Hè? Als ze balvast zijn voorin en een keertje terug laten vallen, en, dan kan je lekker doorvoetballen. Daar gaat het uiteindelijk om. Precies. Ik wil je in ieder geval hartelijk feliciteren. Ook met het feit dat je man of the match bent. Ja, volkomen terecht, Okan. Oké. Nou, de volgende staat alweer te wachten. Mike Arends. Mike komt rustig aanlopen. Ik wil Mike natuurlijk eerst van harte feliciteren met deze 3 punten. En met je 2 geweldige doelpunten. Die zaten er lekker in. Ja, die eerste. Christian kreeg de bal dan in de spits. En ik kwam er goed onder. Ik bewoog goed door en hij legde goed terug en ik kon goed uithalen. Toen ik hem raakte, voelde ik al dat hij erin ging. Die tweede, die vrijtrap, hij is gewoon op de 16 meter. En die moet ik gewoon erin schieten natuurlijk. Nou, je zal het ongetwijfeld wel weer horen op de DVS TV. Ik gaf ongeveer weer opdracht eraan en je hebt het prima voldaan. Ja, prima aan voldaan, ja. Ja. Hey, maar Mike, even over de wedstrijd. Je voelt je als een vis in het water met deze voorhoede, hè? Zo deze samenstelling. Je hebt nu heel veel vanaf de rechterkant gespeeld. Ja, Ali is dan nu even, weggevallen dan door blessure. En de eerste wedstrijd stond ik dan in de spits en nu rechtsbuiten. Chris staat dan in de spits. En hij is meer een loper, dus hij doet het drukzet voorin goed. Zodat wij meer ruimte hebben om te voetballen en zodat wij meer, Christian begint wel steeds meer zich thuis te voelen binnen dat spelletje wat jullie spelen. Hè? Dat zie je ook en met name dat derde doelpunt was daar een uiting van. Ja, op het begin had hij het lastig natuurlijk. Hij komt van NSC, dus heel anders. Ik denk dat elke club anders is dan DVS. En hij is een spits die gewoon scoort en... Of die moet scoren. En het meevoetballen, dat gaat hij nu steeds beter doen. Nu, op het begin stond hij dan wissel, maar nu hij doet het gewoon goed. Hij voetbalt goed mee en scoort zelf ook nog af en toe. 4 wedstrijden, 9 punten. Dat is een voorwaar. Een goed begin. Had misschien nog beter kunnen zijn natuurlijk. Maar... Ik denk dat je niet mag klagen. Ik vind dat we gewoon goed hebben gedaan. De eerste wedstrijd scoor je gewoon niet, maar... Dat is het enige. Toen hebben we de beste wedstrijd gespeeld tot nu toe. Dus ik vind hem gewoon tevreden. De beste, dat vond ik verleden week eigenlijk wel, hoor. De eerste helft met name. Ja. Vorige week de eerste helft was ook goed. Maar de eerste wedstrijd vond ik dat we het langer volhielden, zeg maar. Als DVS heeft gewonnen, heb ik een goed weekend. Ik denk jij ook. Verder een hartstikke goed weekend geweest. Ja, niet altijd. Maar bijna altijd goed weekend. Bijna altijd goed, hè. Oké. Hey, Mike. Van harte gefeliciteerd, jongen. Ja, oké. Okay. Nou, Daniel van Warven, ik heb hem al 1 keer mogen interviewen voor Radio Veluwe FM, maar nu voor de eerste keer DVS TV. Je hebt nu 4 wedstrijden gespeeld voor DVS, oefencampagne, de beker. Hey, volgens mij heb je het naar je zin. Ja, gaat heerlijk zo tot nu toe. De eerste wedstrijd alleen jammer genoeg verloren. Ja, zwaar onterecht toen.
Maar voor de rest hebben we echt super gespeeld eigenlijk. Alleen deze wedstrijd vond ik dat we de eerste helft iets minder voetbalden. Maar dat wisten we eigenlijk allemaal. Ja, in de tweede helft pakte dat heel goed op. En had het eigenlijk zomaar weer 5-6-1 kunnen zijn. Ja, hoe komt het nou dat zo'n eerste helft het voetbal gewoon even wat minder was? Ja, kijk, als je kijkt naar vorige week hoe goed het voetbal eigenlijk toen was. En ten opzichte van dit. Ja, ik weet niet, ze zaten wel heel erg, lieten zich inzakken. De ruimtes waren heel klein en misschien hadden we dat iets sneller de bal moeten laten rondgaan. Maar voor de rest hebben we de tweede helft eigenlijk wel weer goed opgepakt. En hebben ze eigenlijk kapot gespeeld bijna. En één keer letten we nog niet op eigenlijk. Achterin krijg je nog niet tegen. Dat is alleen nog zonde. Ja, het was wel een wonderschoon doelpunt trouwens. Maar jij had ook nog een keer op die assist van, ik dacht ook aan Soykan, een prachtige paas. En die ging er helaas niet in. Maar op dat is wel jouw trademark natuurlijk, hè? Die acties. Hè? Ja, ik zag, ik keek naar hem en ik zag dat hij ook zeg maar naar mij keek. Dus toen was ik al aan het lopen en hij gaf hem perfect. Aanname was eigenlijk ook nog goed. En ik zat iets te twijfelen welke hoek ik hem zou nemen. Dus ik dacht lang en kort en toen toch maar korter gedaan. En misschien was dat even de punt dat ik twijfelde. Dus volgende week gaat hij er wel. Ja, zo is dat. Je voelt je als een vis in het water op die positie. En ben jij nou ook heel erg gespitst op dat soort schoten zoals Mike Arends? En dan de rebound die dan eventueel door jou erin wordt getikt? Ja, misschien wel. Je weet altijd dat hij terug kan vallen. En zoals Mike heeft een hartstikke goed schot. Dus dan let je er natuurlijk extra op. Nu was ik er gelukkig bij en kon ik hem mooi inschieten. Hoeveel kilometer denk je dat je deze wedstrijd weer gelopen hebt? Ik heb geen idee. Zou ik een bandje om? Ik heb het even bijgehouden. 11,2 kilometer. 11,2. Hartstikke moed. Hartstikke goed. Hey, Daniel, gefeliciteerd en nog heel veel plezier bij DVS. Kom, hartstikke goed. Oké. Hartelijk welkom. Dankjewel. Oké, en rechts van mij de bekende Jan Veldhuizen. Nou, die begint langzaam maar zeker wel heel erg bekend te worden, want Davian staat bijna aan kop. Om maar met de deur in huis te vallen. Dennis, Davian staat bijna aan kop. Is dat terecht? Het lijkt me wel. Ja? Ook qua voetbal hebben ze dat vanmiddag laten zien? Ja, bij Vlagen zeker, denk ik. Hè. Als je kijkt naar het begin van de wedstrijd. We hebben wel geprobeerd om niet te ver in te gaan zakken. We proberen wel wat druk op ze te zetten. Maar als je het binnen 10 minuten dan 1-0 tegenkrijgt, dan weet je dat je hier een zware middag tegemoet gaat. Met het voetballend vermogen wat DVS heeft. Dus niet veel op af te dingen. Ja, oké. DVS had ze nu dan moeite met dat opportunistische spel van de AZSV. Wil zeggen veel storen en toch lastig zijn voor een tegenstander. Ja, dat deed ze ook goed. Daar keek ik eigenlijk ook wel een beetje van op, want ze zetten vrij hoge druk. En dat maakte ze het inderdaad lastig mee. Alleen zat het dat eerste doelpunt, dan zit het ons gewoon even mee. Dat je dan toch snel in de wedstrijd op 1-0 voorkomt, dat is voor ons prettig. En daarna die 2-0, toen hadden wij eigenlijk al een beetje het idee dat het gelopen was. Alleen, ik vond ons vandaag niet geweldig voetbal. En dat komt vaak ook wel door een tegenstander. Dus we hadden wat dat betreft wel last van hun. Je ziet toch wel dat wij spelers hebben die er altijd een goal in kunnen schieten. En die eigenlijk vandaag het verschil maakten, maar niet onze manier van voetballen. Je ziet toch vaak dat na zo'n fantastische wedstrijd als verleden week uit tegen Wierden, we hebben het in de voorbeschouwing nog even over gehad, dat het dan moeilijk is om dan toch weer datzelfde niveau te halen. Ja, dat zag je ook. Dus ik ben over de uitvoering vandaag helemaal niet zo tevreden. Maar die 4-1, daar teken je blind voor. Maar voetballend kon het wel beter. Ik snap het wel een beetje van, het is 3-0 met de rust. Probeer dan het gif er nog maar eens een beetje in te krijgen. Dat valt niet mee. En dat zag je eigenlijk de tweede helft met name. Ja, je zag toch inderdaad wel individueel enorm mooie hoogstandjes van DVS. Ik ben heel objectief hoor. Maar ik heb ook heel vaak gezegd voor DVS TV, en dat zult u merken in mijn commentaar, dat ik echt het vreselijk goed vond dat ondanks een 4-0 achterstand jullie, jouw spelers, bleven gaan en bleven proberen. Jawel, maar dat is ook wel een kenmerk van onze ploeg. Ze zullen niet gauw opgeven. Maar goed, als je de technische kwaliteiten zeg maar, van DVS naast die van ons zet, dan zit daar een groot verschil in. In het doorbewegen, in het ronden komen, in het explosief weglopen. Ja, dat is gewoon, het verschil is enorm. En als je dan op de juiste moment ook nog scoort als DVS vandaag, dan lijkt het heel erg kansloos. Ondanks dat we fases in de wedstrijd best goed erin zaten. Maar het is een beetje blaffen. En uiteindelijk niet bijten, zeg maar. Dus dat
op één momentje na. Nou ja, goed. Het is heel vervelend voor ons, hè, want uiteindelijk het is altijd mooi als je tegen dit soort ploegen eens een keer eventjes een puntje meepakt. Maar ja, het moet heel reëel zijn. Dat zat er gewoon helemaal niet in vandaag. Nee. Ik moet inderdaad wel zeggen dat die Wietse Keming er wel wel fantastisch mooi in liggen. Ja, goed. De hele actie van tevoren ook, inspeelpaas en zijn loopactie. En hij heeft het gezien van tevoren. Maar dan moet je toch kunnen uitvoeren met de benen. En dat deed hij fantastisch vandaag. Dus, daar baalt Daan Huiskamp enorm van, hoor, van zo'n bal. En zijn keeperstrainer ook wel, denk ik. Ja, hè? Ja. Nou, goed. Hey, Jan, man of the match, Okan terecht. Ja, ik vond dat Okan zich aan de malaise onttrok. Ik vond hem, hij pakte heel veel ballen af. Hij was goed in balbezit. Het was, nee, ik vond Okan met afstand de beste vandaag. Ja, kop is niet echt zijn ding. Maar buiten dat kopballetje om, vond ik hem echt hartstikke goed spelen. En daar ging ook wel, moet ik zeggen, een wereldactie aan vooraf van Maurice de Ruiter. Ja, nou ja, kijk, van Maurice mag je dat gewoon verwachten. Die jongen heeft zoveel kwaliteit. Ja, als die dan een keer doorkomt op de achterlijn, dan kan hij hem ook nog wel krijgen waar hij hem hebben wil. Dus, nou ja, ook al schrok zich kapot. Dat is het waarschijnlijk geweest. Ja, dat denk ik ook, ja. Inderdaad, Dennis, volgende week, tegen wie speelt AZSV dan? Tegen Urk. Dus dan kunnen we de bosje nat maken. Ja, inderdaad. Dat is bijna, ja, dat is ongeveer hetzelfde speelstijl, denk ik. Of niet? Nou, ik denk dat zij nog wel iets meer fysieker en wat agressiever kunnen spelen. Maar goed, dat zullen wij ook volgende week moeten doen. Anders dan wordt het lastig. Nou, jullie gaan dat doen en ik wens je daar heel veel succes bij. Bedankt voor het feit dat je ons te woord hebt gestaan. Ja. Hartstikke goed. Succes in de competitie. Jan, jij ook. Bedankt voor dit interview. Okay.